De bijeenkomst in het beursgebouw in Eindhoven duurde de hele dag en was besloten. Je zag dan ook alleen Chinezen. Zo'n dag is zeker belangrijk voor de Chinezen. Ze kunnen elkaar weer elkaar zien na zo'n lange tijd. Ze kunnen elkaar weer Kantonees praten met elkaar. En ze hebben wat ingestudeerd en dat willen ze graag laten zien. En het is een complete happening in ieder geval. De bijeenkomst was voor ouderen, de eerste generatie Chinezen die naar Nederland kwam. Eén keer per jaar treffen de afdelingen uit verschillende plaatsen elkaar. Hele lange tijd niet gezien, die ouderen. En vandaag is een hele kans voor iedere ontmoeting hier. Ik ga niet te zingen. Chinezen niet te zingen. Ik vind het heel leuk om elke kan zien. Ja. En wat vindt u nou het leukst van deze dag? Heel leuk, hè? Ja. Italië zijn van de leuke. Ja, maar wat vindt u het allerleukste van deze dag? Ja, allerleukste. Ja, ja. Duur wel lang, hè? Het hoogtepunt was de lunch. Smakelijk eten. Onze kantine voor vandaag is een lunch voor 16, ongeveer 1600 mensen bezorgd voor elke Chinees in Eindhoven. Zit er wel sambal bij? Ja, ook sambal? Ja, sommige sambal. Ik kan het. Ik kan het oude mee zien. Nee, hou maar. Eindhoven, goed.